En hallo mensen, tof dat je kijkt naar een video. Mijn naam is Rotje en ik ben hier vandaag in een potje Infinite Warfare Black Ops. Dit is mijn tweede potje van deze hele game. Het is al maandag. Waarom? Ik weet het niet. Er kwam van alles tussen. Ik heb het niet kunnen spelen. We gaan als jullie een mooi potje proberen neer te zetten. Dit is ook echt daadwerkelijk de tweede keer dat ik deze game speel. Kut. Dat was te mooi. Zo. Zie je dat er alweer iets is? Oh, ik ben echt aan het kijken omdat ik deze helemaal niet ken natuurlijk. Wat? Excuus als jullie denken dat ik echt slecht ben, maar... Het is even niet anders. Oh, die jet ik zo langzaam. Oh, het is een fucking... En die camp in een fucking beta. Oh, wauw. Wat? Wat is dit? Ik ken het helemaal niet. Wat? Oké, we gaan even een andere wapen proberen. Is dit wat? Ik ken al die wapens niet hoor. Wat is dit? Friendly drone support attack. Yay! Oh! Dat ging helemaal nergens over. Wat? Oh, dat was scheef. Dat was scheef. Ik kom helemaal niet uit waar wat staat en wie wat heeft. Wauw, ik ben zo stil. Ik ben zo lelijk. Ik ben zo scheef soms. Oh, nee. Your teammate called in Scorcher. What? Wat? Ik wil nog tenminste. Nee. Oh. 723 is helemaal nergens over, jongens. Ik ben waarschijnlijk weer de killcam. Wat is dit voor wapen? Kijk. Het Karma 45. Oké, de Karma 45. Doen we er gewoon lekker potje achteraan, maakt helemaal niks uit. We gaan het gewoon proberen. En een Warfighter zie ik. Ik ken al deze mappen niet, jongens. Dit is het werk. Ik begon met mijn derde potje net, met mijn tweede potje. Ik probeer er wat moois van te maken. Maar ik kan niet beloven dat het altijd iets heel nice wordt, natuurlijk. Want dat kan helemaal niet. Oké, deze. Het begin ziet er wel nice uit. Oh, we zetten het werk. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. Deze map ziet er wel nice uit. En dit wapen overigens ook best wel. Oeh, hij heeft wel een beetje recoil, jongens. Zo. Oh, tering. Jullie ben ik de eerste kill. Zo, wat heeft hij dan? Dan heel lekker op 3-0. Is natuurlijk een gekke sniper met een terminal. Dat is, zo, ben ik echt zo scheef of? Ik weet het niet hoor. Daar ben ik helemaal blij van, hè. Dan kom ik aan met mijn level 2, mijn level 3. Enemy UAV in your facility. Ik ben nu ook echt gewoon een beetje bang. Dat ik weet dat ik sowieso ergens weer dood ga. Een hele lullige manier. Ja, see, fuck, waar kom je vandaan? Waar zijn de enemies? Is dit wel? Zo. Kan ik nog een derde kill maken? Zo, en nou, ik heb in ieder geval. Oh, ik dacht 3 kills, maar het zijn er 2. Zo. Ik vind dit wel een nice wapen, zeg. Holy shit. Eén gekke omweg. Wat? Oké, jullie zien voetstapjes. Die Karma is wel een nice wapen. Even, ik geef het eerlijk toe. Nou, wat heb ik nou in mijn hand? Zo, wat heb ik nou aan? Dan weet ik het ook niet meer. Ik heb toch enigszins nog geholpen, jongen. Ik vind het oprecht echt een nice game. Aan de ene kant speelt hij heel erg een beetje zo, dat de mappen een beetje in mijn ogen heel erg ingewikkeld zijn. Maar dat maakt hem ook alweer grappig, zodat niet iedereen, zodat je niet precies weet waar iedereen is altijd. Enemy
Zo, hallo. Oh, om 16 hebben we dat werkelijk gewonnen? Oh, we hebben gewonnen. Oh, bam. Oké. Dit ging wel beter, jongens. Oh, dit was ook een nice wapen. Wat is dit? Een NV Fallout. Zeg maar vrij weinig. Mission accomplished. Good day's work. Ik sta misschien onderaan, maar dat doet me eigenlijk vrij weinig. Oh ja, maar heb je hier mee. Nou, het is nog niet oké. Mooie scores iedereen. Ik vond het heel leuk. In ieder geval, als jullie van deze video genoten hebben, doe dan even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal hier beneden. Als jullie dit tof vinden, over een paar weken komt de officiële game uit. Dus die ga ik dan zeker spelen. Ik ga hem helemaal kapot spelen, denk ik. Want ik vind hem echt... Het komt misschien niet altijd zo over, maar... Omdat ik er nog niet zo goed in ben. Omdat ik natuurlijk... Het is mijn derde potje geweest. Maar ik vind hem wel echt heel nice. Het is echt een hele nice game. Het is heel goed in elkaar gezet. Ik moet zelf wel nog een beetje wennen aan die... dus een beetje zwart-witte layout. Maar het is wel heel mooi vormgegeven. Want natuurlijk Black Ops... was echt zwart-oranje. En dit is echt zwart-wit. Dus dat is echt... Ja, zwart-oranje. Het is wel een beetje meer donker. Een beetje rustig donkere kleuren. En wit er meteen bam, wit erin, weet je. Maar ik vind het heel nice tot zover. Ik hoop dat jullie in ieder geval deze video genoten hebben. Dan zeg ik iedereen hartstikke bedankt voor het kijken. Dan zeg ik laters, dag en tot de volgende keer, jongens. Laters, dag en doei.